Wil jij van mijn vriend opa mijn negen om te koken? Tuurlijk. Kan opa niet koken dan? Roderick, eet opa gezond nu thuis, vind je? Nee. Nu moeten er allemaal pillen naast liggen. Dus daar gaan we veranderingen brengen vandaag. Ja. Wat zou je me kunnen leren? Wat wilt u leren? Ik ben dol op vis. Ja? En hij zegt iedere keer van, kan je nou al gehaktballetjes maken? Opa maakt altijd van die heerlijke, echte gehaktballen. En er is iets anders dan uit zijn knokzak. Ja, zeker. Dus een visje, gehaktballetjes, proef een beetje gewoon de lekkere Hollandse dingen. Ja. Dat gaan we doen. Dan ben ik weer naar de keuken. Hé. Hey. Ja. Lekker bezig, ouwe. Ja. Gaat opa even aan de slag. Ja. Gaat opa leren koken, jongen. Ja. No time to lose. Aan de slag met het eerste eenvoudige thuismaakrecept voor opa. Authentieke gehaktballen. En is dit gewoon puur runder gehakt? Dit is half en half. Oh, ja. Wat is dat? Kaas? Broodkruim. Als je dit wil beginnen te kneden. Voor het eerst in zijn leven ziet Roderick zijn opa actief in de keuken. Hij gelooft zijn ogen niet. Even checken of opa een beetje heeft opgelet. Dit is gewoon half om half. Half om half. Kilootje. En dan verder, wat zit erin nu? Vier eitjes. Ja. En een beetje broodkruim. Maar dat is nog niet alles. Uitje. Een peterselie. Doe een lepeltje rossen erbij. Het gehakt is op smaak. Nu nog ballen maken. Jeetje. Ja? En terwijl opa druk is in de keuken... Vraag even of die dames wat willen drinken. Oh, je gaat erheen. Nog beter. Ja. Hoi. Hoe gaat het? Wil je gaat eten? Doe die even drinken. Wat drinken we? Heel graag wat drinken. Lekker wijn. Een glaasje wijn. Witte wijn graag. Oké. Okay. Ik heb het er niet geleerd, hoor. Hij heeft het niet van mij. Ja. This is how we do it. Ja, dus de glaasje witte wijn. Hey, dat doe je zo maar even. Ja. Echt een gentleman, hè? Ja. Doe je dat wel vaker? Ja. Oh, echt? Ja, echt waar. Ik doe altijd bij de muisjes. Ja. Dus altijd grapjes. Heel goed. Dat is veel belangrijker dan al het andere. Ja. Goed gedaan, jongen. Proost. Hey. Ja, hartstikke mooi. Maar even terug lopen. Balletje proeven, heerlijk. En heerlijk, die kruiden erdoor. Ja, lekker bezig, opa. Goed balletje. Dan gerecht 2. De school. Die mag even gebloemd worden. Erin en dan even lekker uitkloppen weer. Dan bak je hem even lekker gewoon zo aan. Kijk. Zie je? En dan doe ik er eventjes een klontje boter bij. En dan gaat die smaak van die boter gaat veel lekkerder in die vis. En terwijl opa dooroefent met zijn gerechtjes, heeft Roderick ook nog een verrassing voor mij. Zo, voor jou. Voor je kinderen. Ditte? Ja. Wat is het dan? Surinees. Dat meen je niet. Ja. Jeetje, man. Vorige keer wilde ik bij jou thuis een dvd'tje lenen. En dat mocht niet. Nee. Waarom dan nu deze cd's? Ik wil heel graag weer kwijt willen. Ik heb een hoop nieuwe koop. Ah, dat vind ik zo ontzettend lief van jou. Opa is ondertussen klaar met zijn school en begint langzaam de lol ervan in te zien. Ja, ik denk dat dit gewoon een keer proberen. Echt. Ja, met een klein visje wil ik het graag. Maar kijk, je ziet dat visje eigenlijk, de pan is perfect voor. En hij is hier wat dunner, dus hij wordt eigenlijk heel mooi gaar. De gerechten die opa heeft gemaakt zijn natuurlijk veel te veel voor ons alleen. En daarom hebben we een aantal mensen uitgenodigd die voor opa heel bijzonder zijn. Roderick's moeder en zus en de beste vrienden van opa. Hallo allemaal, hallo. Wat fijn dat jullie er zijn. Opa heeft de hele middag in de keuken gestaan. Ja. Hoe heeft hij het gedaan? Heel goed. Ja, heeft hij het goed gedaan? Ja. Kijk nou. I'd be loved without you. Someone to fight for. Someone to die for. Look at us now. Komen iets lekkers eten, geloof ik. Nou, moet je kijken. Ja. Zalig ziet het eruit. Zo,
allemaal zelf gemaakt. Ja, nou, we gaan lekker eten met je. Nu kunnen wij een keer bij jou komen eten. Ja. Is het maar laat. We zijn er vol, hè? Oh, ja. Heerlijk. Oh. En de vis. Visje. Roderick, wil jij nog wat zeggen? Ik vind het een leuke dag. Ja. Ja? Geslaagd, hè? Ja. Nou, dan is het laatste woord aan Chris. Oppatje. Een complete verrassing. En dat is voor hem. I'm lost without you. Is someone to find?